hoor. En nou ben ik de lul. Je bent zwensgezet, Sophie. Weet je naar voren nog? Zeg jij maar hoe het moet. Hier staat tevens al de maquette die wordt gemaakt van de voorstelling. Joris, kom er even bij. En mensen, je kunnen misschien ietsje dichterbij komen. Dan kun je er ook een beetje wat van zien. Dan gaan we in ieder geval een paar kleine dingetjes van het decor laten zien. Kom maar bij. Als je, en anders kom je straks even kijken. Want we gaan een klein beetje daarmee stoeien en draaien. Joris, wil je het zelf een beetje uitleggen? Dank je. Wat jullie zien zijn eigenlijk drie grote elementen. We hebben twee hele grote torens die kunnen verrijden over het toneel. En een hele grote brug, die zie je daarachter. En die brug kunnen we omhoog en omlaag laten bewegen. Daar. Dus ik heb er heel veel zin in en ik kijk uit naar een hele mooie tweede voorstelling in deze reeks. En hopen dat we daar een hele mooie traditie op kunnen maken. Hi, ik ben Nienke. En jij bent het meisje met de zwavelstokjes geworden. Wat is dat voor jou? Wat betekent dat wel niet? Heel veel. Goed mijn best gedaan dus. Ik heb het laten zien. En dat laat ik ook zien hier. Wat je hebt gedaan, wat je allemaal kunt doen. Wat je kunt doen met toneel. Ik ben nu 11 jaar. En wat moet je allemaal doen om het meisje met de zwavelstokjes te kunnen spelen? Wat betekent dat? Wat moet je allemaal doen? Vooral repeteren, oefenen, heel veel oefenen. Voorbereid zijn op alle mensen die komen. En moet jij ook liedjes zingen? Ja, dat moet ik zeker. Want daar wordt het juist leuker van. Had je het verwacht dat jij het zou worden? Nee, echt niet. Nee. Hartelijk gefeliciteerd en heel veel succes. Heel erg bedankt. Ga dus nu maar slapen, want ik hier hou de wacht. Kruip tegen me aan en slaap maar zacht. En hier staat Sophie Domijn. Dat al? 23 december, 24, 25 en 26. Dan moet iedereen komen kijken, hè? Ja. Hartelijk gefeliciteerd en heel veel succes. Dankjewel.